Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie die stairstick uit week 5 laten zien. We gaan nu stairstick haken. Jullie hebben een aantal steken van de Mr. J Artist gehaakt met de zwart of andere kleur van de Mr. J. We gaan de eerste tour van Mr. J Artist afronden. Die doe je met een half stokje. Ik doe altijd met kleurwisseling. Doe ik zo. Even kijken. In het patroon staat voor de stairsteek, je begint met de drie lossen. 1, 2, 3. En daarna vanaf tweede losse haal je een lus heen. En dan in de eerste losse ketting haal je nog een lusje. En dan heb jij een drie losse. Drie lussen op je haaknaald. Vanaf de eerste stokje, dat is het eerste stokje, het netstok, dat wordt een drie lossen van vorige toer. Daar haal je ook een lusje. En dan nog een lusje in de volgende. En nog een lusje die volgende. Dan heb jij totaal tijd 6 lussen op je haaknaald. En dan sla je draad nog een keer op je haaknaald en trek je die draad door de alle lussen heen. En dan maak je hier een losse en losse om stairstick af te ronden. Je hebt nu een eerste stairstick gemaakt. Dat is de makkelijkste. We gaan beginnen. We gaan verder met de tweede stairstick. Je gaat een tweede stairsteek, een derde en een vierde en een komende volgende stairsteken. Haal je één lussen in de stairsteek. Dus steek je haaknaald in de stairsteek. En dan haal je de draad door in de gaatje. Dan heb jij hier 2. En daarna, derde lus, haal je de onder de streepje van de stairsteek, hier, als je zo ziet, steek je haaknaald in. En in die lussen haal je hier door. En de vierde lussen haal je waar je laatste lusje gemaakt hebt van de eerste stairsteek. Want dat is de hier. Het wordt de hier. Eerst steek je haaknaalden in. Dan haal je de lussen door. En dan, dit is de vierde lussen. En de vijfde lussen en zesde lussen doe je volgende twee stokjes. Dus de komende twee volgende stokjes zijn de hier. Dus haal je de eerste hier en een laatste hier. En dan even kijken. Dan wordt er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 lussen op je haaknaald. Dat is de tweede. Tweede stairsteek. Dan sla je de draad nog een keer op je haaknaald. En dan haal je alle lussen door. En dan maak je gelijk een losse. Dat is de tweede. Derde ga ik ook nog een keer laten zien. Haaknaalden in het gaatje van de stairsteek. En sla je draad om. Dan haal je de draad door. Je hebt de twee lussen. En een derde lussen. Je hebt hier, zeg maar, laatste steek van de stairsteek. Hier heb jij twee verticale streepje. Twee verticale lusjes. En dan steek je haaknaalden in de laatste verticale lusje van de laatste steek van de stairsteek. En dan haal je daar een draad op. En daarna vierde
waar je laatste steek gehaakt van een stairstake, daar steek je in en haal je de lus op. Dan heb je 4 en dan 5 en dan 6. Dan heb je 6 hier, sla je om, maak de stairstake af en dan maak je een losse af met de stairstake. Dat doe je in een heel patroon. Zo verder, totdat jij in de hoek bent. Dan ga ik even verder. En de hoek hebben we ook een truc. Daar ga ik ook laten zien. Nu ga ik even snel haken. Ik ben nu om de hoek. Ik ga hier een hoekje maken. Dus bij de hoekje haak je dan 1 stokje. 1 losse. Nog 1 stokje in de hoek. Dat heb ik in hoekje gehaakt. En ik moet volgende stairsteek beginnen. Voor volgende stairsteek om te beginnen. Ik moet eerst een losse ketting nodig van 3. Dus eerst steek mijn haaknaald in de hoek. Dan haal ik een draai ik de draad om mijn haaknaald en trek de draad in de hoek door de hoek door. Daarna maak ik hier 1, 2, 3, 2 lossen, sorry. En in de derde doe ik alle lussen doorheen. Herhaal ik nog een keer. Steek ik mijn haaknaald in de hoek. En dan trek ik de draad er doorheen. En maak ik hier 1, 2 lossen. In de derde lossen. Dan haal ik die 2 lussen door op mijn haaknaald te staan. En daarna begin ik weer een stairsteek te maken. Dus 1 lusje ophalen in de tweede losse van de losse ketting en het derde doe ik in de derde losse van de losse ketting. En dan ga ik gelijk eerste stokje en het tweede stokje en het derde stokje. Dan heb ik 6 losse op mijn haaknaald, sla ik draad op mijn haaknaald en haal ik door. En dan maak ik gelijk een losje. En dan die doe ik weer in de tweede ook. Zes lussen op mijn haaknaald. Draad door met de 6 lussen doorheen. En dan een losse. Als je zo zit, dan heb ik een stairsteek gehaakt.